Depressie is voor mij een zware deken die helemaal over je heen hangt. Waardoor je echt een beetje zwaar wordt gemaakt en naar beneden wordt gehaald. Ik wist niet wat het doel van het leven was. Paniekaanvallen, gewoon heel veel te zweten. Ik sliep niet meer, ik at niet meer. Voor mij voelde het als een storm in mijn hoofd. Ik wilde niet dood, maar ik wilde wel rust. Ik denk dat niet iedereen echt een goed beeld heeft van wat een depressie is. Ook een depressie kan in zoveel kleuren en maten en vormen komen. Iedereen voelt zich wel eens een dag rot, maar een depressie is uitzichtloos. Dus je voelt je dag na dag, na dag, na dag, na dag rot. En het wordt ook niet minder. Ik denk dat mensen makkelijk worden gezien als aansteller. Van, hé, kom op, hè. Je hebt het toch zo goed, je woont in Nederland. Ik denk dat mijn depressie eigenlijk begon toen ik 13 was. Ik was 21. 20, 21, dat ik me wel echt niet gelukkig meer voelde en dat het echt steeds slechter ging met mij. Ja, dan was ik gewoon heel moe. Alles kostte heel veel energie wat ik deed en alles was gewoon heel zwaar. En daardoor, als ik dan weer klaar was met iets, was ik helemaal op en emotioneel ook gesloopt. Ik ging heel veel naar feestjes toe en daar drugs gebruiken, heel veel drinken. Heel veel een soort van uitvlucht zoeken naar dingen en maar net doen alsof het heel erg goed gaat. Ik kreeg heel veel suicidale gedachtes. Ik heb niet heel concreet mensen verteld dat ik depressief was. En dan kwam ik op kantoor en dan vroegen mensen, hey Rick, hoe is het met je? En dan zei ik, ja, gaat goed. Want ja, daar was ik gewoon gewend, ik had altijd een masker op. Als je in principe zegt dat je brein op dat moment defect is en je hebt daar zelf geen ervaring mee met jezelf of mensen in je naaste omgeving, dan kun je dat wel uitleggen, alleen is heel moeilijk te begrijpen voor mensen. Dus mensen weten zich niet echt een houding aan te geven. Veel mensen denken dat je heel zwaar op de hand bent en altijd moet huilen en nooit mee op stap wil. En ja, dat is gewoon niet waar. Ik had denk ik wel gewild dat mensen daar wat meer vanuit zichzelf over begonnen en naar vroegen. Maar soms ook gewoon even een schop onder mijn kont geven. Dus zo van, ja, Rick, je zit nu al 2 dagen binnen, we gaan nu gewoon even een rondje wandelen. En dat hoeft niet heel uitgebreid. Dat kan al een hartje sturen over WhatsApp of even een telefoontje. Ik denk dat het iets is wat je altijd met je meedraagt en waar je altijd gevoelig voor blijft. Mocht het ooit weer een keer slecht gaan, dan weet ik dat ik mezelf daar weer uit omhoog kan trekken. Daar heb ik alle vertrouwen in. Bedankt voor het kijken naar deze video. En wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze website rtlnieuws.nl.